Goedemorgen. Welkom bij Steffi en Gerben gaan op kot. Ik was juist bezig aan de tafel. Ja, want wij zijn deze ochtend nog naar de IKEA gegaan, hè. Kom, kijk hier. We hebben ook al een kast. En een bed. Chique dingen, hè. Dit is voor straks. Voor bierpong. Ik weet wel nog niet hoe het werkt. Oh. Raad hoeveel deze hebben gekost. 10 euro. 10 euro per stoel. Ik ga me schminken. Zelfs komt Jonathan, want die gaat ons een rondleiding geven in Gent, want dat is wel echt nodig. We weten hier echt nog niks zijn. Blijkbaar zitten wij super dicht bij de vastmarkt. Maar... Zeg Steffi! We hebben nog geen vodden. We hebben nog geen vodden. Maar mijn schoen is groen. Uw sok is groen. Mijn schoen. Schoen? Schoen? Schoen. Mam, maat ik toch. En we gaan de ramen schilderen vandaag. We gaan de ramen in wit schilderen, hè? Ja, we hebben gevraagd aan de kotbaas of dat mag, want de hout ziet er gewoon rot uit. Zeg Steffi, ik ga ontbijt halen, hè. Jij bent toch binnen een uur nog altijd niet klaar met je schminken, dus... Sletsen in combo met deze trap, niet goed. Echt niet goed, dit gaat echt eens fout aflopen. Het is niet open precies. Is deze een winkel? Ah, is dit de ingang? Nee? Hij wel. Hij is wel open. Ik ga even. Wat hebben we als ontbijt gehaald? We hebben vers geperst fruitsap. We hebben filetsalade. We hebben pistolets, nectarines, passievruchten en... It's gonna be a lit breakfast, man. Lekker. Ik en Steffi halen altijd dit uit onze pistolets. En dan kun je meer charcuterie of beleg beslag in. Beslag. We zijn hier weer allemaal aan het produceren. Hier, dat moet je zien. Dat is zo'n machine en dat kuist eigenlijk geen... Maar toch rijden ze daar 24/7 mee rond. Hier, zie dat nu. Daarachter is het nog steeds even vuil, hè. Maar wel goed als ze de straten proper houden. Ik vind het helemaal mooi. We hebben hier wel geen vaatwasser, hè. Want waarom zijn uw voeten zo kort? Om dichter bij de pombak te staan. I'm out. Ja. We gaan eigenlijk in de achtertuin rondwandelen met Jonathan. Ik heb een sledje nog aan. Dat is mijn achtertuin nu, hè, Gent. We gaan de hotspots bekijken. De hotspots. Kijk, go. Jonathan is daar. Welkom in het prachtige Gent. Hebben jullie al dorst, honger of? We hebben juist gegeten, is dat nog niet? Ik niet. Oh, karme. We gaan op pad. Die is het niet mooi? Die vind ik echt leuk. Ik heb hier al geschild. Ja? Dat is toch echt erg? Verschrikkelijk. Oké, we gaan nu over de brug. Ja, maar wacht, we komen nu bij twee hotspots tegelijkertijd. En die zitten heel close bij elkaar. Hier staat al de rij van hier te Tokio. Dat is ongelooflijk. Dat is echt crazy. Dus nu is het rustig. Dus ik zou zeggen, kom, we gaan naar binnen. Peter, limonade. Peter, limonade. Is goed, hè? Is niet goed. Oké, maar we zijn aangekomen bij de volgende spot. Wat was het verlopen? Het is echt hier. Het is hier. De Ola maakt echt letterlijk binnen alles vers. Je hebt daar lasagne, je hebt pasta, je hebt daar broodjes, gehakt. Alle benodigdheden voor zelf iets te maken. Jij zegt mij dat wij hier gewoon lasagne kant en klaar kunnen komen halen en dat ik niet moet koken. Ja. En het is nog een schappelijke prijs. Het is niet zo 80 euro voor één stuk lasagne, snap je? En het is nog eens dichtbij ook. En het is nog eens dichtbij. Voilà. Ik wacht hier buiten wel. Net nog limonade. Limonade! Ik ben gegaan voor het broodje beenhamsalade met groentjes. Zachte broodjes zijn het beste. Zal een prei salade genomen. En ik heb geen honger. Als je vanavond nog zo uitgaan, ja. Twee van die broodjes en ze zijn safe. Oké, ons buikje is vol. We hebben een koffietje gedronken. Ik heb zoiets van kleding. Kleding-wise. Yes! Dat is beter. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Ik vind als je aan Gent denkt, moet je ook wel echt zo vintage dingen kopen en zo, want dat is ook helemaal de trend, helemaal hip. Ja, ja, dat is wel waar, hè. En hier heb je de Vintage Factory en die zijn echt top, ik zeg het. Ik koop daar heel veel altijd. We gaan even kijken wat ze ons te bieden hebben. Ik krijg hier wel bijna een hernia van te bukken, maar al goed, je moet het ervoor over hebben. Goedkope prijs is chill. Hier moet je een Gucci hebben. Real Gucci, man. Zo'n cowboybotten, is dat niks voor mij? Walk, walk, fashion baby, work, make the bitch crazy. We gaan nu naar de Gastleer, want dat is een staple, dat moet je gewoon gedaan hebben. De Gastleer is echt gewoon dé trekpleister van Gent. En meestal gaan de studenten altijd eerst in de Albert Heijn, de appie, hun zakcentjes leeg doen. En dan hier aan de Gastleer zitten of aan de Korenlee. Want als het druk is aan de Gastleer, zitten mensen aan de Korenlee. Even voelen aan de temperatuur van het water. Maar leeg, Gerben! Maar goed dat ik slippers aan heb, hè. Oké, naar de Gastleer. Zeg, die beesten zijn hier wel tekeer gegaan, hè. Moet je dat een keer zien. Heb je dat gezien? Heb je dat al in beeld gebracht? Vers droogtje. Dat was voor corona niet, hoor. En dan zetten we ons neer en dan genieten we van de zon. En wat doet jij hier dan zoal? Ah, wel. Dus het ding is, we gaan altijd eerst naar de Albert Heijn, hier om de hoek. Gaan we eten halen, ploffen ons neer, vreten we alles wat hier ligt. En het leuke is ook, als het Gentse feesten zijn, dan doen ze hier zo'n podium en dat is dan Polly Polly. Dat is gewoon helemaal volgebouwd hier. Dus eigenlijk dat water is dan zo'n beetje semi-weg. Maar als je goed jumpt, kun je misschien zo een beetje bewegen ofzo. Maar niet zo praat. Maar schoon zicht, no. Hè. Schoon zicht in dat water. Allemaal goed en wel, hè. Maar ik wil mij gaan douchen, want ik stink naar kak van het water. Ja, ik ruik je ook nog steeds. Godverdomme. Penisstraat. Gerben! Bleuren jullie dit? De Penstraat. Dit is de vrijdagsmarkt. Wat? Toch juist? Maar wanneer is het hier dan markt, is de vraag. Op vrijdag, hè? Nee, dat is niet waar. Dat is niet eens waar. Ik denk niet dat dat waar is. Nee, 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 dat gaat niet op vrijdag zijn. Zeg, ik wil daar even binnen, want ik moet nog verf gaan halen. Ik wil zo die raamkozijntjes in mijn kop. Jij. Wij. Ik ga niet helpen, jullie kunnen dat zelf helpen. Molle. Nee. Ik raak geen kwast aan. We zijn ook nu weer terug bij de Vlasmarkt, dus jullie zijn eigenlijk weer bijna thuis. Ja, wat lief, dat was echt een goede ronde. Ja, zonder dat ik er eigenlijk over na heb gedacht. Het was echt leuk. Ja, het was goed, hè? Ja, het was een stevige. We hebben lekker. Maar deze avond gaan we bierpongen bij ons thuis. Gaat je mee? Ik wil wel mee bierpongen. Ja. Oh, wauw, ja. Nee, wij gaan eerst even verven thuis. En trouwens, als jullie leuke hotspots hebben voor hier in Gent, laat het ons zeker weten. Dan weten we dat ook weer. Laat het weten. Wat is dit? Yo, dat is om op de grond te leggen, dat je niet smos. Wanneer heb jij dat gehaald? Toveren! Hoe verf je een raamkozijn? Grondverf, lakverf. Hoe heb je geen grondverf? Snelplamuur, schuurpapier, acrylkit. Oké, dan gaan we eerst afplakken. Ah ja, eerst afschuren, dan pas afplakken. Holy guacamole! Ja, maar waarom lekt je dat daar al? We gaan toch nog niet verven? Nee. Ja? This is how you do it your own way. Dus gewoon zo. Hup. Hey. We hebben dat niet afgeplakt. Zij is hier dus al niet genoeg. Oh, je nog? Doe het echt zelf. Dat is dus al niet genoeg afgeplakt. Allee, nu dat afplaktape kapot. Moet hier wel afgeplakt worden. Oh, je alles in mijn gezicht. That's what she said. Goed bezig, Steffi. Goed bezig. Dat is nog niet afgeschuurd. Heb ik afgeschuurd. Dat is... Ik heb ook iets gedaan, hè. We blijven sceptisch. Je bent zo goed bezig. Fuck you. Deze is echt een ramp gewoon nu al. Nee, dat niet doen. Dat is heel leuk voor een video. Cute couple goals, maar ik wil geen lak. Jij hebt geen couple goals met mij, Elise. De romantiek druipt er vanaf. Samen verven. Niet doen, ik heb het u gezegd. Als je het doet, dan smijt ik je eruit uit. Dat was bijna in mijn ogen, hè? Hier. Stop, stop met je moeilijk. Stop. Heb je het begrepen? Nee! Niet doen, ik zei niet doen. Maar...
is afgeplakt daar. Dat was de laatste verf. De verf is op. En kijk hoe lelijk het eruit. Nee, het is echt heel lelijk. Maar de verf is op en misschien hebben we een paar stappen overgeslagen van het filmpje. Dat is voor de volgende keer. Dat komt helemaal goed. We gaan een nieuwe halen en nu gaan we bierpongen. Zelfs komen alle kotgenoten. En Jonathan komt ook. Die is er al bijna. Jonathan komt eerder. Perfect, Timo. Flappies! Ah, hier is ze. Zo leuk, wat. Nice. You like it? Ja, ik vind het mooi. Ik vind het heel wit en zo luchtig. Oh, dat uitzicht is zo... Ja, kijk, dus dit is ons uitzicht. Hieronder is het zwembad. Maar nee, wat zeg jij? Dat is niet waar, ze zijn aan het liegen. Maar dat is wel echt af zijn. Dat is het een beetje, hè, maar we gaan bierpongen. Tada! Dat is echt gewoon daarvoor gemaakt, hè. En Jonathan, we hebben één klein probleempje. Wat is het probleem? We hebben dus geen balkjes, dus... Ja, wel één drijven. Is het met pitten? Hotse klot! Hey! Hey. Wat deed jij nu? Gaat goed, hè? Ja, maar ik... Doe ze! Dat was er wel gewoon in, hè? Ik denk dat het een moment is om... Kruis het op! Ik denk echt dat het moment is om te gaan voor de cameraman. Kruis het op! De mensen komen er zelfs aan, ik ga dit fixen, dus... We zien jullie graag bij de volgende aflevering, toch, Steffi? Nee. Heel graag. Zeker weer kijken. Want volgende keer heeft Steffi wel een proper kleed aan. Daag.